Oh, goed poetsen. Poetsen. Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En we voelen ons volgens mij niet helemaal topfit. Het is echt iets met die herfst. En zo'n kinderdagverblijf is geen goede combinatie. Volgens mij heb ik hier net al een fragmentje laten zien. Anders komt dat zo dat Niels zijn tanden poetst. Want Niels is nu 2 jaar. Dus de beste man moet nu zelf zijn tanden poetsen. Maar ik merk wel dat gaat nog niet zoals het moet. Dus we zetten dat liedje erbij aan. Dan gaat hij dat allemaal ijverig staan doen. Alleen ja, dat is het nog niet. Dus wat wij nu doen is, 's ochtends doet hij het zelf. En 's avonds doen wij het. En dat gaat eigenlijk heel goed. Hij vindt het wel heel leuk. Maar dat komt natuurlijk vooral omdat er een liedje bij zit. Maar hij wil het ook wel eens gewoon los. Wil hij gewoon ineens zijn tanden poetsen. Nou, dat is prima. Het is nu 9:50. Het is echt hondenweer vandaag. We moeten zo eventjes naar buiten toe. Ik moet even boodschappen halen. En mijn slot is kapot. Het was echt heel irritant. Gisterochtend wilde ik bepakt en bezakt met Niels naar de opvang gaan brengen. En dan snel door naar mijn werk. Ik moest ook... Ik had mijn beoordelingsgesprek, dus ik wilde ook een beetje op tijd zijn om er nog even rustig te landen, voor te bereiden. En ik wil mijn slot openmaken en het pinnetje waarmee het slot open gaat was afgebroken. Dus ik kon mijn slot niet openmaken. Nou, super relaxed. Dus ik moest met Niels lopen naar het kinderdagverblijf en toen naar mijn werk. Ik heb gelukkig kon ik een bus pakken. Dus uiteindelijk was ik nog redelijk op tijd, maar het was wel een hoop gestresst. Toen dacht ik, ja en nu? Want mijn fiets staat aan een paal. En de slot krijg ik niet meer open, want dat pinnetje is eruit. Dus, nou ja, goed. Het komt erop neer dat ik straks bij een fietsenmaker, ik weet niet of het helemaal betrouwbare business is, maar een slijptol ga huren. En daar schijnen we mee open te kunnen maken. Mijn moeder komt, die neemt skibrillen mee, want ja, daar komen natuurlijk splinters vanaf. En dan hoop ik dat ik weer kan fietsen, maar dat betekent wel dat ik een nieuw slot nodig heb. Dus ik wil dat even bij een iets minder luxe zaak missen. Ik ben er nooit geweest, maar het is natuurlijk een beetje twijfelachtig als je een slijpel ergens kan lenen. Maar het zit vlakbij ons, dus ik dacht, nou prima. En mijn buurmeisje zei dat ze er wel eens geweest was en dat inderdaad ja, de vraag is of het helemaal kosher business is. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, ze zitten er volgens mij al 100 jaar, dus misschien is het gewoon helemaal prima. Maar ik ben nog nooit binnen geweest, dus ik ga dat even aanvoelen. Maar ik dacht, ik koop mijn slot even, want ik moet... Ook nog naar de supermarkt, zoals ik denk, daar zitten ook nog fietsenmakers en zo. Dus ik ga daar maar eens eventjes een slot kopen. En dan ben ik weer mobiel. Wat heel fijn is. Ik ben trouwens heel benieuwd, want ik heb nu nog niet de vlog van vorige week bewerkt. Maar ik ben heel benieuwd hoe de beelden eruit zien met mijn nieuwe camera. I just love him. De nieuwe camera. Maar ik weet dus nog niet hoe het eruit ziet. Als ik het op het scherm zie, denk ik echt, nou dat is echt 1000 keer beter. Wat je hoort is trouwens vaatwasser, die waren we vergeten aan te zetten. Verder vandaag. Gezellig dagje. Mijn moeder komt ze even met mij samen slot openbreken. Dan komt mijn beste vriendinnetje even lunchen. Heel gezellig. En daarna gaat Niels naar bed. Dan ga ik even aan de site zitten. Mama. Ja, lieverd? Ben je klaar met poetsen? Dank je wel, schat. Hij poetst vaak nog eventjes na voor de show. Dan komt mijn vriendinnetje heel gezellig. Dan ga ik daarna dus aan de site. En dan 's middags komt mijn moeder weer. Want morgen vieren we hier Sinterklaas. Heel gezellig. En daar moeten we nog wat inkopen voor doen. En het huis een beetje aan kant. En mijn moeder vindt het allemaal gezellig om dan even te helpen. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, dat is het denk ik een beetje. Trouwens een tipje overgenomen van Rachel van de huismuts. En dat vind ik trouwens sowieso super leuke vlogs. Maar zij had de tip gekregen van het kinderdagverblijf om zeg maar speelhoekjes te creëren. Of zeg maar momenten waar spel kan ontstaan. En dat is echt een briljante tip voor als je je kindje een beetje zelf laat spelen. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld een, oh de beer is al weg, maar ik had hier een hoekje gemaakt om te lezen. Dus daar heeft hij lekker zitten lezen. Dan heb ik hier nog een koffertje staan met allemaal spulletjes erin. En dan heb ik hier autootjes staan.
Nou, hij zit tegen natuurlijk sowieso, moet ik even opruimen. Oh. Oh, dat is lang. Die mag hem niet. Nee. De slang, hè Niels, de slang. Wat zegt de slang? Oeh, auw, 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 in mijn bil. En dan heb ik hier nog allemaal blokken. Nou, dat vind ik een super goede tip. Dus ik dacht, ik geef hem ook even door aan jullie. Dat had zij van het keer dagvraag gehoord en dat is briljant. Dus dat dacht ik, dat moet ik een keertje delen. Je hebt heel veel dieren, man. Kijk, de dieren zijn fashion twins. Wow, beide een rode trui en een grijze broek. Ja, een dierentrein. Zoals je kunt zien. Ik heb ook één. De fashion twins. Kijk, Niels heeft twee eieren. Ach, maak je het goed. Nu is net wakker. Het is inmiddels... Oh, ik heb ook zo'n vreselijke buis. Het is nu 3:30. En mijn beste vriendje was hier. Net die kwam hier even lunchen. Dus ik had Niels wat langer wakker gehouden. Zodat we nog even met z'n drietjes konden lunchen. En... Nou, tijdens de slaapje hebben we gewoon lekker bijgekletst. En op een gegeven moment is ze weggaan, heb ik nog eventjes gechilled op de bank. Toen kwam Sven thuis. En die gaat zo weer weg. En dan komt mama weer terug. Want dan gaan mama en ik even de boodschapjes doen voor morgen. Dus lekker op zijn fiets. Een lekkere warme muts op. Handschoenen aan. Gaan we even boodschap doen. Part 2. Leek me leuk om weer eens een avondroutine te filmen, maar gezien mijn humongous pukkel dacht ik, weet je, let's keep it low-key. Ik laat het gewoon even in de vlog zien. Want het is eigenlijk super simpel en dit doe ik eigenlijk vooral in het weekend en in de winter, als het gewoon een soort van pampering moment moet worden. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik gebruik mandelolie. Deze is van de Tuinen, of dat heet Holland en Barrette tegenwoordig. En een washand. En zometeen nog wel meer, maar daar begin ik mee. En wat ik doe is, ik breng wat amandelolie. Van een, zal het zijn, een theelepel of zo. Een amandelolie doe ik gewoon in mijn hand. En dat wrijf ik. En dan ga ik gewoon over mijn gezicht. Begin bij mijn ogen en dan laat ik het even intrekken. En dan ga ik zeg maar door over de rest van mijn huid. En daarmee kan je gewoon op een hele makkelijke en natuurlijke manier je make-up verwijderen. En ik vind het echt een soort weldadig als je dan vervolgens lekker met warm water dat zo een washandje eraf wast. Je moet zeg maar de olie even zijn werk laten doen om het los te... Nee. Ik hoef helemaal niet hard te wrijven. Ik masseer gewoon een beetje die olie in mijn wimpers. En nou, dan zie je eruit als een pannenbeer. En wat ik dan doe, dan zet ik de warme kraan aan. Was ik mijn handen eventjes. En dan maak ik een washandje nat. En daarmee ga ik er gewoon overheen. En het gaat er dus echt super makkelijk af. En ik draag dus waterproof mascara. Dus dat geeft aan hoe makkelijk met olie dat werkt. Weliswaar doe ik alleen zeg maar de topcoat met waterproof. Maar... En dit voelt gewoon zo fijn. Nou, als ik mijn gezicht heb afgedroogd, dan zie je dat het eigenlijk hartstikke schoon is. Dan pak ik tonic. Dit is mijn Estée Lauder Perfectly Clean. En die breng ik op een watten schijfje aan. En daarmee ga ik nog even een keer over mijn gezicht heen. Dan. Oogcreme, want ik ben natuurlijk inmiddels ook alweer 33. Dit is de Ethos Eye Cream. Anti-wrinkle. Dit is volgens mij, dit is Q10. Nou, daar doe ik gewoon een klein beetje van aanbrengen. En niet dat ik rimpels heb, maar ik heb wel echt een hele droge huid. Zeker ook rond mijn ogen.
Dus ik vind het altijd wel fijn om het te doen. Omdat ik het gewoon heel fijn vind voelen. En ja, weet je, preventief kan geen kwaad. En dan ook van de tuinen de dag- en nachtcreme met aloe vera. Volgens mij zit er ook, dat staat er niet op hoeveel, 70% aloe vera. Gewoon heel fijn basic spul. Nou, normaal breng ik dat ook nog op mijn décolleté aan, maar gezien ik nog een trui aan heb, doe ik dat nog even niet. Oh, oeh. En als ik echt, zeg maar, als het echt heel koud is buiten, dan doe ik dit. Als ik thuis kom van werk, haal ik mijn make-up eraf. En dan smeer ik voor het slapen gaan nog een laagje op. Maar normaal gesproken, zeg maar, nu red ik het er prima mee. Maar soms heb je echt van die hele gure periodes. En dan vind ik het wel lekker om dat even te doen. En dat is mijn avondroutine. Daar word ik heel blij van. Wij zitten lekker te ontbijten. Goedemorgen trouwens. Dat is het ook lekker ontbijtje. En we gaan zo krassen. Dat doen we altijd in december. Goedemorgen nog. Nogmaals. Laat niet de boek uitzien, want het is vreselijk. Ik ga zo lekker douchen en mijn haren wassen, mijn cupje erop. Maar ik was even aan het opruimen, want op een gegeven moment zie je echt door boom het bos niet meer met al het speelgoed. En vanavond vieren wij nog Sinterklaas. Dat doen we natuurlijk wat later, omdat Niels 30 november jarig is en dan zitten we daarvoor en daarna met zijn verjaardag. Maar ik heb dus even, we hebben zo'n meubel van IKEA en ik heb dus even de hele la, alles waar die gewoon niet meer mee speelt. Ik bedoel, er zaten zo'n rammelaars in. Heb ik allemaal naar zijn andere la gedaan en dingen waarmee die misschien gaat spelen, zoals deze vingerpoppetjes. Met zo'n kasteeltje, die heb ik er bijvoorbeeld weer uitgepakt en een aantal boekjes waarvan ik denk, nou dat is nu leuk en dan schoot het een beetje op. Dus dat heb ik vanmorgen even gedaan en Niels heeft ook geholpen. Waarbij hij wel zijn trommel heeft gesloopt. En ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat hij vanavond een blokfluit krijgt van Sinterklaas. Dus hij heeft al één deel van de band heeft hij nu kapot gemaakt. Wij zitten even te lunchen. Wij hebben even het huis een beetje aan kant gemaakt, want het bezoek komt zo, tenminste zo, of een uurtje al wel mijn broertje hebt dat het wat later is. En het is echt, ik wil nog gaan filmen, maar het is zo donker, het komt echt slaghagel uit de lucht. We zijn net eventjes wezen lunchen bij buurten en daar ook even naar de bibliotheek gegaan. Leuke nieuwe boekjes voor Niels gehaald en nou ja. Ik ben nog even bezig met zijn finishing touches aan zijn gedicht. En ik ga nog eventjes Gossip Girl kijken. En dan wordt het een gezellig avondje. Inmiddels zijn mijn ouders er. Mijn broertje komt ook zo. Ik heb nog even een gedichtje uitgeprint. Even wat anders aangetrokken. Niet heel veel spanser. Gewoon een vest en een shirt. Ben ik nog niet scherp? Nu ben ik weer scherp. De soep staat klaar. Het is nu 4:50. Mijn broertje zou al 4 uur zijn, maar blijkbaar waren ze wat verlaat. En nou ja, dan gaan we lekker beginnen met het heerlijk avondje. Oh ja, wat ik wil zeggen, ik heb gewoon heel simpel een vest aan. Zo, ik had het te koud, nu heb ik het heel warm. Dus misschien heb ik toch geen vest aan. Maar ja, dat is ook weer. Moet een vogel zoeken. Ja. Zie je een vogel? Daar. 1, 2. Goed zo. Niels heeft een blokfluit gekregen. Oh, daar komt hij weer aan. Ja. Doe maar. Iets kunnen doen daarbij, hè? Oh, mooi, hè? Ik wil niet fluiten. Goed zo. Ik snap hem wel meteen. Dat is uit Afrika. Ja. Hele leuke servetjes. Dat zijn deze. Volgens mij een keer bij een bestelling gedaan. Kijk, met echt goud. Nou, tenminste niet echt goud, maar met goud. En de bloemen vind ik ook heel mooi. Nou, we eten verder gewoon een simpel soepje, want we gaan vandaag nog uitgebreid borrelen. Dus we hebben nu gewoon een pan minestronesoep. Dit is deel 1. Met gewoon brood en parmezaan. En dan eten we vanavond de rest. Ik zal even mijn loodje cadeautje laten zien. Mijn schoonzusje had mij getrokken. En ik heb dit een mooi horloge gekregen. Niels zit al een beetje te eten, wij gaan nu ook aan tafel. Zo, mijn broertje en zijn vriendin hebben een triviantje. Hoppa, dit zijn Sven en ik, we staan op kop. Een unit
samen met mijn ouders. Dus hier houden we bij wie welke kleur heeft. En ik heb net de fantastische Narshare Glow gekregen. En nog andere dingen, maar die zal ik nog even laten zien. Ga ik eerst? Paas met even een toosie. Ja, ik ga het eerst. Het komt allemaal op de schijf. Nou, ik kan even vertellen dat Sven niet, en ik Karin. Gewonnen hebben. Is. Mijn vader wil het niet delen met de wereld, maar het lijkt me toch redelijk essentieel. Maar ik heb wel twee cadeaus. Er gaat iets mis in de cadeaus. Maar we hebben gewonnen. Oh, dankjewel. We gaan vloeiend door van Sinterklaas naar Kerst. Goedemorgen. Ik ben even opmaken en ondertussen zijn we lekker aan het zingen. Wij gaan zo de kerstboom opzetten en ik denk dat het echt voor het eerst in my life is dat het sneeuwt als ik de kerstboom opzet. Het is echt niet te geloven. Ja, dat is toch wel een feest. Ik hou trouwens niet van sneeuw in Nederland. Misschien ben ik daar een beetje raar in, maar het blijft nooit mooi liggen. Het wordt gewoon een rotzooi. En ja, weet je, kijk, op vakantie is het heerlijk, want dan hoef je verder niks. Maar nu moet je naar je werk en dat soort dingen. Gedoe. Maar goed. Ik heb nog even een keer mijn haar gewassen, want het was toch een beetje vies gisteren van het weer. En ik was het altijd pas weer op woensdag en ik heb dinsdagavond nog een kerstdiner. Dus ik dacht, het is wel leuk als het dan nog een soort van zit. Dus vandaar, ik heb weer een hele lekker wijde trui aan. En ik ga de kerstboom halen. We hebben een nep kerstboom. Dat hebben we gedaan eigenlijk vanaf dat Mittens een kitten is. Of toch eigenlijk vanaf dat we Mittens hebben, want we hebben haar sinds kitten. Want we dachten, ja weet je, dus met een kat, een kerstboom moet je eerst maar zien. En toen kwam Niels, toen dacht ik, nou gaat het ook nog maar even zien. En nu is het gewoon, ja we hebben hem toch staan. We willen op een gegeven moment wel weer een echt hoor, maar... Eerst wilde ik het dit jaar al, maar toen zei nee, laten we wel lekker die nept doen. Het is een beetje een kleine boom, maar... Ah ja, het gaat om de sfeer. Boom staat en nu ga ik nog eventjes. Ik heb nog wat accessoires, zoals dit een boompje. En hier zitten een soort glitterblokken in en glitterballetjes, dus daar ga ik nog even iets mee versieren. En dan heb ik ook even dit gemaakt. Dat allemaal sneeuwballetjes, dat weet ik al niet. De kerstballen en dan een soort wit kerstboompje. Nou, die kaars stond natuurlijk al, dit lijst stond ook, alleen ik heb er nu een beetje kerstig dingetje gaan. It's the season to sparkle. Ik weet niet of het al gezegd, maar mijn schoonouders zijn er en we gaan even lunchen en dan gaan Niels slapen en dan gaan zij daarna naar het Nijntje Museum en ik blijf even thuis, ga ik samen met z'n dingen. Dus... Niels heeft een pakje aan met laarsjes. En een muts en dubbele handschoenen. Hè? Met de sneeuw in. Met de sneeuw in. Ga de sneeuw in? Ja. Wat ga je dan doen, Niels? Sneeuwpop. Een sneeuwpop maken, hè? Ja. Okay. Zo, de groep is even naar buiten. En ik vond het wel even best. Ik heb net mijn haar weer gewassen, want gisteren was het al nat geregend. En ik dacht... Het sneeuwt echt heel hard en weet je, met z'n vieren buiten is het ook al prima. Dus ik dacht, ik blijf lekker binnen. Ga ik wat filmpjes opnemen, dat soort dingen. Tenminste, ik denk dat ik filmpjes ga bewerken, dat is een beter idee. En ik wil even laten zien wat ik van Sinterklaas heb gekregen. Te beginnen bij mijn loodje cadeautje. Want mijn schoonzus had getrokken en ik heb hem gisteren al even kort laten zien, maar dat is dit horloge. En grappig is wel om te zeggen dat het budget voor het loodje was €12,50. En dan, wij doen het altijd via loodjestrekken.nl.
En ik ben ondertussen even aan het omdoen. En nou ja, goed, dus ik zat daar gewoon een beetje. Dan kan je zeg maar gewoon op die site kan je kijken, gewoon inspiratie opdoen. En toen zag ik ineens dit horloge en toen dacht ik, nou, dat vind ik echt geen geld van €12,50. En ik was nog op zoek naar een zilver horloge en ik vond hem heel mooi. Dit is namelijk gewoon een basis zilver horloge met een beetje zo'n mesh bandje. En dan verder gewoon heel strak met en met marmer. En dat vond ik heel leuk, dus daar ben ik heel blij mee. En verder doen we dan altijd cadeautjes in een zak. En dat daarbij zijn mijn moeder en ik hulpzint. En dan spelen we triviant. En iedere keer als je een triviantje wint, dan mag je een cadeautje pakken. Maar uiteindelijk heeft iedereen gewoon wel hetzelfde aantal cadeautjes. Alleen, nou goed, we vinden het leuk om het in combinatie met een spel te doen. Omdat je dan niet de hele avond cadeautjes aan het uitpakken bent. Maar gewoon echt lekker een spel doet met z'n allen. En nou, zoals je weet hebben Sven en ik gewonnen. En ik zal even de cadeautjes laten zien. Wat ik als eerste kreeg is, yes, de NARS Sheer Glow. En dit is de kleur Mont Blanc. En deze heeft een roze ondertoon en dat heb ik nodig. Ze hebben niet heel veel in de roze ondertoon, moet ik zeggen. Ik heb hem nu ook op, maar wel heel lichtjes. Want ik dacht, het is natuurlijk op zich gewoon zondag en ik heb een mega pukkel. En daar heb ik ook niet heel veel moeite gedaan om die verder te bedekken dan alleen gewoon een laagje foundation. Maar het is een hele mooie foundation. Ik hoorde dus altijd al natuurlijk hele goede verhalen over. Volgens mij heeft elke beautyblogger ongeveer hem. En ik dacht, nu wil ik hem ook heel graag. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik kreeg heel veel beauty dingetjes en dat komt, ik had bijvoorbeeld ook handschoenen gevraagd, alleen ik heb hele kleine handjes en nou, eigenlijk zat niks echt goed, dus dat vond ik een beetje zonde. Dus in plaats van handschoenen ben ik bijvoorbeeld gegaan voor de fixing spray van de Ethos, which I love. En dan heb ik verder dit is van Rituals, de Ritual of Tao, Bringing Peace and Tranquility into Your Life, Calming Bed and Body Mist. En deze vind ik heel lekker om 's avonds op mijn kussen te sprayen. En niet dat je er nou, tenminste in mijn leven val ik er niet sneller van in slaap, maar het is gewoon heerlijk dat je op bed, zeg maar, in slaap valt op een heerlijk ruikend kussen. Het ziet er zo uit, het is een flesje met een spray. En ja, daar staat dat die ruikt naar White Lotus en Yiyiren, ik kan het nooit uitspreken. Ik zeg altijd dat het een beetje naar koekjes ruikt, maar dat ben ik volgens mij de enige die dat vindt. Vind ik een heerlijke spray. Dan heb ik nog wat van Rituals. Ik vind Rituals gewoon altijd hele mooie cadeautjes. En mijn, die NARS was natuurlijk best wel, we hebben altijd een soort van budgetje van de Sint. En nou, die NARS is natuurlijk altijd best wel prijzig, dus ik dacht de rest zoek een beetje rustig aan. Dit is de Ritual of Sakura Softening Rice Scrub met Organic Rice Milk en Cherry Blossom. En dit vind ik echt een heerlijke scrub, die van de Rituals. En deze ruikt ook gewoon heerlijk. En ja, daar word ik heel blij van. En dan als laatste. Ik had het de laatste tijd een beetje koud 's nachts. Ik heb het niet vaak koud 's nachts. Ik ben heel warmbloedig als ik slaap. Maar behalve koude voeten. Ik draag verder geen sokken. Ja, soms even in bed om te beginnen, maar ik doe ze altijd uit. Maar verder heb ik eigenlijk altijd warm en ik krijg eigenlijk altijd gewoon een groot shirt. Of iets in die richting, of in iets jurkachtigs. Maar nu wilde ik iets met lange mouwen en toen zag ik deze. Het is gewoon heel simpel, lang shirt met lange mouwen. En er staat op, it's written in the stars. En het is verder gewoon zwart te kort. Dus heerlijk, ik heb er vannacht alleen geslapen. En dat is het. Dat is alles wat ik van de Sint kreeg. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het wel leuk om het even aan jullie te laten zien. Nou, verder gaat er niet meer zo heel veel spannends gebeuren vandaag. Mijn schoonouders die zijn hier dus en die blijven eten. En ze zijn dus nu even sneeuw op buiten bouwen met Niels. Ik zal sowieso even buiten spieken. Zoals elke zondagavond eindigen wij in een opgemaakt bed met Stranger Things. Dus ik ga weer afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Als je denkt, wat hoor ik? Sven is bezig met de bak van Mittels, want het was een ongelukje. Dus ik weet niet of ze helemaal niet heel lekker is of zo. Nou, anyhow, ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vinden. In ieder geval super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!